Welkom bij Vlogmas dag 12. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag donderdag, moet ik heel even nadenken. Ik ben aangekleed, ik ben opgemaakt, alles zit erop en is helemaal ready. Mijn camera focust niet op mijn gezicht. Nu wel. Ik ben dus helemaal ready. Ik heb gewoon een oversized hoodie aan van... Ach, laat ook maar. De merch die Sanne 2-3 jaar geleden heeft uitgebracht. Ik heb mijn blauwe broek aan en mijn witte Converse. Maar ik ga gelijk de adventkalender doen. Want ik ben op zich al helemaal klaar. En over een uurtje moet ik naar de dokter toe. Voor mijn knie. Want ik loop nog steeds niet. Ik loop nog steeds echt compleet moeilijk erop. Maar goed, we gaan vandaag beginnen met de adventkalender. Dag nummer 12. Hij zit hier. Hij is best lang. Ik ga hem gewoon gezellig met jullie openmaken. Ik ga hem proberen niet op mijn schoot. Oh. Het hoort toch op mijn schoot. Ik sloop hem nu al. En we zijn het kwijt, jongens en meisjes. Er zit dus weer niks in, net als gisteren. Maar ik weet al wat hierbij hoort. Dat is namelijk... dit ding. Want dit past hier gewoon precies in. Het is hier precies voor gemaakt. Dus ik neem aan dat het hier past. Ik vond het de eerste dag al, maar goed. Dit zijn twee van die nageldingen. En als je je nagels plakt, kan je je tenen of je vingers of iets er zo naast zetten. En dan blijven ze netjes uit elkaar. Super blij mee. Tenminste, ik wel. Ik vind dat wel leuk, die dingen. En dan hebben we de andere adventkalender. En die ga ik gewoon eventjes lekker pakken. Ik ga niet moeilijk doen. Nummertje 12. We hebben een roze doosje vandaag. Dat is toch wel weer heel erg leuk. Er zit wel iets in. Ik ben benieuwd wat. Misschien een lipkleur. Dat zou ik heel leuk vinden. Ah, ja hoor. Max & More. Metallic. Ah, die ga ik gelijk opdoen. Want ik heb toevallig bruine donkere oogschaduw op vandaag. Ik sloop de boel hier. Ik ga deze gelijk even opdoen. Ik kan het hier alleen niet heel goed. Wow. Hij zit. Dan moet ik overeind komen. Ja hoor, ik sta. Ik wil alleen even kijken of het goed zit. Hm? Het zit wel prima. Ik ben er best blij mee. Het is leuk. Hij is ook heel moisturizing. Hij is wel lekker vettig. Daar ben ik blij mee. Deze ga ik gelijk met tas doen. Daar heb ik 3 lipkleurtjes bij vandaag. Maar goed, geef niet. Deze doe ik lekker in mijn tas. Mijn oortjes daar moet ik nog even pakken. Die zitten nog niet in mijn tas. Ik neem deze tas vandaag mee. Deze grijze tas komt bij een winkeltje hier. Op het winkelcentrum vandaan. Mijn oortjes. Ik moet ook in mijn tas. Ik loop echt nog steeds niet lekker. Ik heb proberen een makkelijke broek aan te doen. Maar ik vraag me nu toch echt af of dat echt makkelijk is. Ik heb trouwens mijn... highlighter opgedaan. Die ook uit de adventkalender komt. Ik heb mijn contour opgedaan die uit de adventkalender komt. Ik heb ook bijna alles uit de adventkalender vandaag. Ik schrijf dit even aan. Oh. Ik ga even naar beneden. Ik wil proberen nog even snel een eitje te pakken. Want ik heb trek. En ik heb geen zin om van alles klaar te maken. Dan gaan we zo naar de dokter. Ik ben heel benieuwd. Goed, jasje is aan. Echt, ik had eigenlijk vanmorgen willen douchen, maar ik kon het niet volhouden om te blijven staan. Dus ik ga vanavond wel gewoon even zitten en douchen ofzo. Ik heb mijn jas aan. Verder is mijn outfitje klaar. Mijn ma is de auto haalde, die rijdt de auto voor en dan kan ik zo instappen. Dus dat is mooi. We gaan naar de dokter. Ik ben heel benieuwd wat dat nu precies is. En ik ben inmiddels weer terug van de huisarts. Ik zit met een been lang uit, want ik doe nu super veel zeer omdat de huisarts erin wil lopen knijpen. Ah, fijn. Het schijnt dus dat er een ontsteking in mijn been zit.
Dat kan dus komen omdat het blijkt dat ik heb natuurlijk 2 weken geleden griep gehad. Het kan dus zijn dat door de griep kunnen er kristalletjes vormen of in je bloed gaan zitten. En die kunnen zich vervolgens gaan vastnestelen aan... Die kunnen zich gaan vastnestelen aan gewrichten of spezen of spieren. Cody! Zeg! Hou op! Hou je kop dicht! Oh. Die kunnen gaan vastnestelen aan spieren en of pezen. Die hond, jongen, ik zweer het je. Dus, het blijkt nu dat er dus een ontsteking door ontstaan. En dat zit dus nu in mijn been. Top! Die hond is echt irritant, ik zweer het je. Maar goed, ik moet ibuprofen innemen, 400 milligram 3 keer per dag. Ik heb nu een kous op mijn been zitten die lichtelijk oké voelt. En aan de andere kant denk ik van, ik doe hem alsjeblieft gewoon zo snel mogelijk weer af. Goed, het is super koud. Maar ik ben dus onderweg naar school. Ik ben echt gewoon, ik kan bijna niet op die voet staan. Dat is het hele probleem. Maar ja, deze idioot gaat ook gewoon naar school, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal niet nodig was. Zoals mijn moeder zegt, joh, blijf lekker thuis. Maar ja, ik denk er toch even anders over. Dus ik ben toch gewoon onderweg naar school. Ik wil toch wel een beetje nog mijn kop laten zien. Een beetje goede moed tonen. Van joh, kijk, ik heb wel een blessure, maar ik kom toch. Weet je? Score je ook alweer punten mee. Alleen het probleem is wel dat ik straks 4 uur lang moet gaan staan in de klas. Dat heb ik praktijk. En dan mogen we niet zitten. Dus ja. Het kan nog leuk worden. Ik ga nu in ieder geval langzaam naar de metro. Gezellig. Goed. De metro ligt achter mij, jongens. Ik ben inmiddels aangekomen op Akkerhof. Het heeft me 25 minuten tot 30 minuten geduurd om hier te komen. Ik hing me eigenlijk kapot. Ik heb hartstikke veel pijn. Ik dacht, weet je, bekijk het maar. Ik ben nu terug aan het hinken naar huis. Ik loop steeds moeilijker. Ik klap steeds door mijn knie heen. Ik ga lekker naar huis. Ik ga me lekker omkleden. Ik ga lekker in mijn bed liggen en rusten. Dit schiet niet op, zo. En ik ben thuis, jongens, meisjes. Ik ben thuis en ik ben omgekleed en... Oh, ik heb er net zo lang over gedaan toen ik heen liep als dat ik terugliep. 25 minuten of zoiets, weet ik veel. Maar in ieder geval een stuk langer dan dat ik er normaal over doe. Ik heb me omgekleed. Ik heb dit nachtpon aan, een vieze nachtpon. Super lekker warm. Dit moet je eigenlijk aan zonder broek, maar ik heb er wel een broek over aan. Omdat het op zijn minst onderaan, want ik heb het best koud. Dus dan doen we dat maar gewoon. Ik heb net trouwens mijn nieuwe foundation even getest. Ik denk als ik toch thuis ben. Deze had ik al een tijdje liggen. Ik heb hem net opengemaakt. Maar deze dag, ik dacht dat deze dus altijd veel te licht is. Ik heb hem nu op. En het valt echt hartstikke mee. Het is een hartstikke mooie kleur. Ik heb nummer 8 Soft Vanilla. De Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Makeup. De foundation. Ik heb er eentje. Ik wil er misschien binnenkort één bij gaan halen. En ik heb de... concealer net gebruikt. Ik denk ga ik gewoon even testen. En dit is de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer in de kleur 2 Soft Beige. Dus die is iets lichter als dat de foundation is. Dus dat is wel mooi. En ik heb mijn lippenbalsem op gedaan. Want mijn lippen waren hartstikke droog. Dus ja, ik ben best wel... tevreden eigenlijk. Ik zat in één keer om mijn make-up te lekker af te halen. Maar aan de andere kant wil ik het toch eventjes lekker laten zitten. Vind ik toch wel leuk of zoiets. Dus ja, ik heb een cadeautje voor Chantal liggen. En ik heb dit cadeautje dus voor Chantal liggen. Wacht, ik ga het jullie even laten zien. Als die wil tenminste. Ik moet hem even goed doen. Dit is het cadeautje, een paar productjes, een body lotion, een conditioner, een body scrub,
een handcreme. Er hangt een schattig kerstballetje aan. En hierin zit een kettingje met een vlam. Deze heb ik ben tegengekomen op beurs toen ik daar was. Ze was daar trouwens bij toen ik dat kocht. Maar ze heeft het volgens mij helemaal niet doorgehad. Dus dat is mooi. Een ketting met een vlammetje. Heel mooi. Echt zilver en er zit heel licht echt goud in. Het is niet heel goedkoop. Maar ik vond het wel de moeite waard om het te halen. Dus die heb ik voor de liggen. En ik dacht, weet je, Sinterklaas is nu geweest. Kerst staat om de hoek. Dus ik dacht, ik ga dat nu gewoon aan haar geven. Ze komt zo deze kant op. Ze wilde gewoon langskomen. Niet per se dat ze moest of iets. Ze had gewoon zin om langs te komen. Dus vandaar is het met die takken in mijn haar. Of in mijn hoofd. Dat is wel irritant. Maar goed. Leuke engel. Ik ga heel even mijn laptop. Dit ligt ook allemaal heel erg charmant. Zo. ja, de pijnstilling werkt wel. Ik heb iets minder pijn. Maar natuurlijk blijft het toch allemaal gevoelig als ik beweeg of loop. Of van alles. Dus dat is dan wel weer een nadeel. Maar ja, toen ik op een gegeven moment op akker stond, dacht ik, ja, dit gaat hem dus echt niet worden. Eerder dat ik op school ben. Ik weet je, ik denk een keer lekker om naar huis en ik ga lekker thuis mijn ding doen. Het was echt niet te doen om nog helemaal naar school te gaan eerder dat ik er dan was. En dan moest ik weer terug. Veel te veel gedoe. Maar goed, in ieder geval, ik ga proberen zo nog heel even te slapen. Ik ben echt heel erg moe. Ik heb ook bijna niet geslapen vannacht. Dus ja. What is up, people? Ik ben Vlogmas aan het kijken. In dit geval. Het focust totaal niet. Oh, Zoe. Ik loop een beetje achter met Zoe haar vlogs. Maar ik ben gewoon gaan kijken waar ik. Waar ze nu zijn. Oh. Pauze. Oh. Help oma op de bank. Oh. Ik kan mijn been dus totaal niet meer buigen. Het staat echt gewoon vast. En het ontzettend veel zeer. Maar goed, helaas. Komt allemaal wel goed. Ik zit hier lekker met alle kerstverlichting in de woonkamer. Super gezellig. Ik heb een kopje koffie gezet. Lekker. En ik heb nog steeds lekker mijn nachthemd aan. Waar ik vanavond echt sowieso in ga slapen. Want hij is zo lekker zacht. En zo lekker warm. Oh. Ja. Ik zit hier dus een beetje te hangen. Chantal is vanmiddag langs geweest. Het was super gezellig. Het was echt eventjes fijn om er eventjes weer over de vloer te hebben. En er even te zien. Want het is gewoon alweer een week geleden. Eigenlijk had ik gewoon lekker op school gezeten natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk trok ik dat niet helemaal. Maar ik ga proberen morgen wel naar school te gaan. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Maar ik ga het wel proberen. Dus dat kan nog heel leuk worden. Maar we gaan het meemaken. We gaan het allemaal zien. Het is nu in ieder geval niet heel vroeg meer. Het is 18 uur en 4 minuten. Oftewel 4 minuten over 6. Mijn ouders zijn Chantal wegbrengen. Vond ik een hele rare gewaarwording. Want normaal breng ik haar weg. Maar nu gaan mijn ouders haar wegbrengen. En daarna gaan ze pizza halen. Waar ik wel heel erg trek in heb. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga vanavond even lekker douchen. Want ik zou eigenlijk vanmiddag douchen, maar dat heb ik nog niet gedaan. En mijn haar is heel erg vet. Dus daar heb ik niet zo heel veel zin in. Mijn ketting draait nog steeds. Ik heb dit kettingje met een open hartje. Maar hij draait steeds, dat is heel vervelend. En dit ding is echt heel erg open. Laat me dat maar een beetje dicht houden. Dus ja, in ieder geval, ik ben wat Vlogmas video's aan het kijken. Ik heb hele geïrriteerde vingers. Het brandt allemaal. Allemaal velletjes aan mijn handen. Heel irritant. Zo even handcremmetje gebruiken. Maar ja. It is what it is. Ik ga in ieder geval even verder met Vlogmas kijken. En dan vind ik het best. Dan ga ik wachten op mijn pizza. Oh, ik ben gesloopt. Ik heb net pizza gegeten. Maar oh, mensen, kinderen. Ik ben echt moe. Het is echt niet normaal.
Ik ben verkouden omdat ik een pittige pizza op heb. Dus dan heb ik een loopneus. Oké, het is tijd om lekker te gaan douchen. Ik neem mijn laptop mee. Want dan kan ik lekker wat kerstmuziek aanzetten terwijl ik lekker aan het douchen ben. Al mijn spullen staan in de badkamer. Dus dat is wel fijn. Slippertjes aan. Moet ik nog iets meenemen? Ik denk het niet. Volgens mij staat alles in de badkamer wat ik moet hebben. Soms staan hier nog wel spulletjes. Wat ik wel wil doen, is ik wil mijn body scrub gebruiken. Deze heb ik ook aan Chantal gegeven. En dit is een body butter. Dus die gebruik ik misschien daarna wel. Ik ga ze gewoon allebei meenemen. En allebei lekker gebruiken. Ik zou zeggen, let's go. I'm done. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb een dagcremetje op. Ik heb lekker body butter op. Mijn dagcreme zit nog hier. Ah, fijn. Nee, ik heb lekker body butter op. Ik ruik helemaal lekker. Ik ben helemaal fresh. Ik heb lekker dit ding weer aan. Super lekker warm. Ik heb nog 2 mandarijntjes. Dus die ga ik lekker opeten. Vroeger at ik echt nooit mandarijnen. Maar tegenwoordig echt, oh man. Heerlijk. Ik ga wel even het kussen een beetje onder mijn been zetten zo. Ik lig namelijk weer met mijn been op een kussen. Het ligt lekker staan. Ik heb lekker mijn hoofdkussen. Ah, een stukje omhoog gedaan. Ik ben verkouden. Ik denk niet dat het echt verkoudheid is hoor. Dat het puur gewoon is om het feit dat ik spicy heb gegeten. Ik heb even een andere tas gepakt voor spullen voor morgen. Want ik heb morgen eigenlijk niet zoveel nodig dan alleen mijn laptop. Dus dat is mooi. Ja, ik ga even mijn mandarijntjes opeten. Daar heb ik wel even trek in. Lekker! En ik heb heel erg geen koffie, maar dan moet ik de trap afstompelen. Dus ik heb net mijn vader een appje gestuurd om te vragen of ze me een glas sap willen brengen en een kopje koffie. En dat wordt dus hopelijk nu gebracht. Ik heb geen idee. Ik lig nog steeds met mijn been. Wacht, dat kan ik zo niet laten zien. Ik lig nog steeds met mijn been op een kussen. Doet zeer, maar dit ligt wel iets beter dan. Plat. Nou, ook omdat iets gebogen. Ik kan mijn been natuurlijk al niet buigen. En hierdoor hou ik hem nog ietsje gebogen. Dat is toch wel redelijk goed. Dus ja, ik lig trouwens echt over het waar mijn benen liggen aan die kant. En mijn hoofd ligt aan die kant. Oh, ik lig echt helemaal over het waar ik hoort daar te liggen met mijn hoofd. Ik lig hier. U bent een schatje. Wat is de koffie? Dit is koffie. Ik heb decafé, maar die gingen goed door. Dus daarna heb ik nog een espresso decafé erbij gedaan. Prima. Ik heb er zit melk en suiker in. Oh, prima. Ik pak de eerste melk. U bent een schatje. Ja, lieve. Dankjewel, schat. Beetje staan hier? Nee. Oh, ik begin echt in te kakken. Het is 9:45. Ik moet nog editen. Ik moet morgen nog naar school. Ik heb mijn koffie nog staan. Ah, dit is zo nice.
Ik kan wel proeven dat er twee soorten koffie in zitten. Ik proef het verschil. Maak het uit. Lekker. Ah, ik ben moe, ik moet nog eten. Ga ik zo denk ik maar even doen, hoor. Dan heb ik dat allemaal lekker gehad. Nice. Ik ga de vlog eindigen, jongens. En ik ga gewoon lekker gelijk editen. Dan doe ik dat lekker gehad. En daarna ga ik lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Doe de screen op duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer.